Kiesgerechtigden die in quarantaine zijn, zullen maandag wel kunnen stemmen. Daarvoor zal er een nieuwe stembureau ingericht worden bij het Zorghotel. Dit zei Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid, gisteren op de persconferentie van de overheid. Het NCCR zal samen met de Veiligheidscommissie ervoor zorgen dat de kiesgerechtigden naar de locatie worden gebracht en dat alles volgens de COVID-19 maatregelen verloopt. NCCR samen met de Veiligheidscommissie voor verkiezingen zal zorgen dat de smadisi o charengo na Zorghotel wan verantwoord fasi wan lekfa untaki fa de mus dwing na in COVID fasi a stembureau disi o maksabi taki desmasa o de abomensing desmasa o roko drape na soso bestuurs opzichte un wan takasan ala sani drape mus waka falak boom en uno absmasan kande san dege dege. Dus alles aan waka falak boom ding ding a protocol knap ja so desma alles aan nga COVID o waka en des we make we put ala a informatie di sitap a website so alles makalisi fa alles aan waka adi dati 221 sma 221 sma o ma stem de in quarantaine o go stem na Zorghotel. Jerry Sleengaard, coördinator van het NCCR, zei dat de mensen die in quarantaine zijn naar een speciaal daarvoor ingerichte locatie zullen worden ondergebracht om hun stem uit te brengen. En zij zullen dan terug worden gebracht naar de oorspronkelijke quarantaineruimtes waar ze dus vandaan worden gehaald. Die logistiek daaromheen, dat zal dus door NCCR worden verzorgd en wat er op stemmingsplaats gaat gebeuren, dat zal dus een samenwerking zijn van zowel NCCR, de verkiezingscommissie en natuurlijk de veiligheidsdiensten die daarmee te maken hebben. Alle mensen die in quarantaine zijn zullen dus, indien zij aangeven dat zij dus gebruik wensen te maken van hun recht om te stemmen, zullen in de gelegenheid worden gesteld om hun stem uit te brengen. Jerry Sleengaard, coördinator van het NCCR. Kiesgerechtigden die in quarantaine zijn, zullen in de gelegenheid gesteld worden om te stemmen in het nieuwe ingerichte stembureau in het Zorghotel.